Lies van Hamme, we staan hier in Genk en Club Brugge heeft hier zijn eerste wedstrijd in tweede klasse gespeeld. Hoe is het verlopen vandaag? Vrij goed, aangezien dat we 0-3 gewonnen hebben. Een moeilijke start in het begin, een beetje zoeken. Een beetje een aantal spelers inpassen nog. Maar één keer dat we gescoord hadden, ging het eigenlijk iets vlotter. Begin van de tweede helft terug iets moeilijker. We hebben ons dat wel herpakt en uiteindelijk nog een keer kunnen scoren. Maar het was heel warm om te voetballen. Ja, het was heel warm vandaag. Hoe is het, want jullie speelden vorig seizoen nog Benelink. Nu zijn jullie favoriet in die tweede klasse of hoe zit dat ineen? Dat weet ik eigenlijk niet. Er is niet, ik denk dat de ambitie wel zeker top 3 is voor ons. Ik denk dat de overgang naar eerste klasse geen must is dit jaar. Eventueel volgend jaar wel, maar het is natuurlijk altijd mooi meegenomen als we zouden kunnen overgaan. Zijn er veel mensen vertrokken? Er zijn een viertal spelers vertrokken, denk ik. En er zijn een aantal meisjes van de jeugd overgekomen en dan twee meisjes van de eerste ploeg. Van vorig jaar, die zijn gebleven bij ons. Ja. En hoeveel keer trainen jullie nu op dit moment? Altijd 3 keer in de week, zoals vorig jaar. Dat is niet, dus dat is niet veranderd? Nee, daar is voor ons het eigenlijk niet zoveel veranderd. Ja. Jullie hebben ook al voor de beker gespeeld vorige week tegen Beveren, denk ik. 7-0 gewonnen. Ja, dat ging eigenlijk vrij vlot. Dat ging vlot om te scoren, goed op elkaar ingespeeld geraken. En het was zoals vandaag ook wel vrij warm, dus het was fysiek ook zwaar. Maar ik denk aangezien dat we 3 keer trainen, dat wel meevalt bij ons allemaal. Ja. En de ambitie is top 3, zegt u? Ik vind van wel. Vorig jaar waren we de 5e of de 6e, dacht ik. En een aantal ploegen zijn doorgeschoven. En ik vind met de ploegen die we hebben, dat we zeker toch wel bij de eerste 3 zouden moeten kunnen eindigen. Als we op niveau kunnen spelen, natuurlijk. Oké, dankjewel. Veel succes. Bedankt. Dank je.